Good morning, het is vandaag dinsdag en welkom bij een nieuwe weekvlog. We hebben gisteren niet echt gefilmd, want ik was namelijk bij de HEMA. En vandaag zou ik eigenlijk ook naar de HEMA gaan, alleen werd ik vanmorgen wakker met hele erge hoofdpijn. Inmiddels een aspirintje verder en nog wat langer geslapen en inmiddels is de hoofdpijn zo goed als weg. Dus we gaan nu even proberen iets te ondernemen, want ik moet morgen namelijk wel weer gewoon werken. Dus kijken of het gaat om wat te doen en anders pakken we natuurlijk weer rust. Dus ja. Okay. Chicky! Hey! Ik heb Tom eindelijk zo ver voor mijn zit staan, bro! Ik kon het gezeur gewoon niet meer aan. Nou, we hebben dit net 600 keer geprobeerd, want er zit hier namelijk bij allebei de kanten net 10 centimeter ruimte, waardoor het niet precies past. De achterklep komt net niet dicht, maar nu hebben we een manier gevonden, als we deze stapelen, die erop leggen, dan past die precies dicht. Ik kom je helpen. Zachtjes. Nee, nu gaat het alweer niet kunnen passen, denk ik. Jawel, hij kan namelijk nu volgens mij nog steeds dicht. Hoop ik. Ja. Zie je? Je hebt hier echt wel nog ruimte. Moet alleen geen noodstop moeten maken. Yay, we made it work. Voer de plank nog mee. Hoppa. En gaan. Nou, we hebben net alles hier naartoe getild. De bladen staan nog op de gang, maar hier hebben we de onderstellen. Bladen, dus de bladen. Bladen, zei ik. Zijn lades. Nee, blades. Blades. Dat is, senor. En nu zijn we hier druk bezig om dit allemaal even leeg te halen. En daar wat spullen neer te leggen. En dan kunnen we zo aan de slag. Het eerste bureau staat. Yes! Wee! En ik wil het graag zo, maar Tom is er nog niet over uit. Maar we hebben deze per ongeluk aan deze kant gemonteerd. Dus deze moet even omgedraaid worden. Maar we hebben nog de andere. Dus als we daar zo rekening mee houden, komt het helemaal goed. Wee, zon. Nou, we hebben er inmiddels 2 staan. Nog 1 te gaan. En dan moeten we even kijken hoe we het precies neer willen zetten. Het blijft belangrijk, Tom, zo meteen. Omdat we dan weten waar het slingergedeelte moet. Want nu heeft deze hier het slingergedeelte. En deze heeft hem hier zitten. Dus we moeten even kijken wat handig is om voor die derde te doen. Want we dachten nu, maar dan moeten we even kijken wat handig is. Want sowieso 2 moeten tegenover elkaar en dan eentje los. Maar dan is even de vraag. Ik kan nu bijvoorbeeld op het stagiair haar scherm kijken en dan zou Tom tegenover haar moeten. Maar we moeten even kijken of deze kan eventueel nog hier tegen de muur. En dan die 2 samen, dus dat moeten we even kijken wat handig is. Nou, het is net iets over 9 uur en we zijn net klaar met alle 3 de zit-sta-bureaus. We hebben momenteel zo staan.
We weten nog niet of dit de definitieve setup wordt, maar ik ben er wel heel erg blij mee. Nu kijken wat de rest ervan vindt. Tom vindt het aan de ene kant mooi, aan de andere kant niet. Maar dan hebben we deze als optioneel werk/make-up bureau. Dus dan kan dit bijvoorbeeld weer wat meer zo hieronder. En dan heeft de visagist, zeg maar, deze kan dan weg. En dan heeft de visagist hier ruimte om te werken. Nou ja, dan komt Tom hier in principe te zitten. En dan jat hij nu mijn werkplek. Wat zoek je? Een slinger. Ja, die kan, zit hieronder. Die kan je eruit klikken. Oh ja. Dan haal je naar voren. Ja. And there you go. Ik ga het niet voor je doen. Niet te hard, hè? Rustig. Oh, niet te hard. Met rust en beleid. Nou, het is dingen met kastelen. Dat zeggen we toch altijd? Klopt. Nee, we willen wel kabels hebben. Ja, daarom moet je iets onder je bureau maken. Ja, eerst de bureau stoel weg. Ja, we moeten eigenlijk nog andere stoelen, dat komt wel een keer. Ja, zodat ze eronder kunnen in plaats van dat ze echt weg moeten. Ja, toch nog wat harder werken, hè? Is een goede workout dit. Ja, hè? Als we van armpje wisselen. Ja, dat zal waarschijnlijk zo zijn. Ja. Ben je er blij mee? Ja, ik super blij. Ja, mooi. Jij ook? Ja, denk ik wel. Een hele goede middag en welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag woensdag. Ja, woensdag inderdaad. Jasmijn die was vanmorgen naar Hema gegaan en ik heb eigenlijk vanmorgen de hele ochtend eigenlijk compleet het hele huis netjes opgeruimd. Er moest zoveel dingen gebeuren, want het was echt een zooitje. Dus dat heb ik gedaan. Ik heb mezelf ook even geschoren eindelijk. Dingetjes die echt eventjes gedaan moesten worden en ik ben zojuist naar de studio gelopen. En ik ben hier momenteel aan de studio, want ik ga je eventjes een aantal dingen doen. Ik ga je eventjes werken en dat ga ik je nu laten zien. Het is wel een beetje een zooitje, maar zoals je ziet is dit onze setup die we gisteren hebben gemaakt. Echt nog steeds heel erg blij mee. Ik heb dus mijn scherm eventjes verwisseld, want ik ga momenteel met de iMac hier bezig. Want ik moet een aantal dingetjes even regelen. Dan ga ik jullie zo dan ook eventjes in meenemen. Maar eerst ga ik eventjes mijn tas uitpakken, eventjes stories plaatsen en dan ga ik verder. Ik ben hier eigenlijk in de studio omdat we een aantal probleempjes hebben met het internet. Niet echt een probleem, maar het is gewoon net niet snel genoeg. De upload is gewoon te langzaam en dat kunnen ze helaas niks aan doen. En het ICT wordt hier geregeld door een ICT-bedrijf dat hier werkzaam is. En die regelt ook gelijk het internet hier zo. Alleen we hebben ook iemand die radio maakt, een radioprogrammamaker. Genaamd Kokzat Radio en die gebruiken gewoon heel veel wifi. En het probleem is eigenlijk dat ze de continue connection los krijgen. Dus elke keer zeg maar geen hapering in de connectie. Zo valt het internet weg, komt hij weer op, valt hij weer weg. En dat vond gewoon het ICT-team heel erg irritant. Dus ze hebben de wifi iets naar beneden gemaakt. Zodat het internet iets minder snel is, maar wel gewoon steady is. Maar dat komt, wij gebruiken wifi en dan kunnen we weer minder snel uploaden. Dat is voor ons wel heel erg jammer. Dus we dachten met een nieuwe werkplek willen we het ook gelijk goed aanpakken. Dus ik ben een aantal bezig om het wifi en de internet te improven, maar dat ga ik jullie laten zien. Het ding is een beetje dat de kabel nog wel snel is. Alleen het probleem is dat hier één access point zit, de ander doet het niet, maar één access point werkt wel. Maar hier is ons bureau. En ja, niet op de kabels, want ik heb allemaal kabels gevonden. Maar ja, het is best wel een afstand. En zouden we een kabelgoot moeten leggen, et cetera. Maar we hebben maar één access point. Maar gelukkig had ik nog een switch in mijn la liggen. Dus dat is heel erg chill. Dus ik ga nu even de internet speed testen. En kijken of het direct veel sneller is. En anders moeten we toch maar eventjes gaan nadenken of we dit moeten gaan doen. Zodat we gewoon veel snellere wifi en internet krijgen. De upload is gewoon best wel slecht. En dat is gewoon heel erg jammer, want we best wel veel doen met upload. Een YouTube-video, die uploaden we natuurlijk op YouTube. Maar ook bijvoorbeeld klanten, die sturen foto's via WeTransfer, soms 60 giga. Het gaat gewoon te langzaam. Dus ik ga eventjes de kabel erin stoppen en kijken wat het dan doet. Het is inmiddels 4:30 en ik ben bijna klaar hier zo. Ik heb eventjes mijn stagebureau een beetje omhoog gaan, zodat ik even kon staan. Ik heb alle kabels zo goed als mogelijk is weggewerkt. Niet helemaal netjes, maar
al netjes genoeg. En ik ga jullie zo meteen iets heel erg leuks laten zien. Want ik ben nu momenteel bezig om een Slack in te richten voor ons. We willen Slack gaan gebruiken voor de verschillende projecten die wij doen. Zo kan ik er makkelijker bij, kan de stagiair er makkelijker bij. En eventuele freelancers die we laten inhuren, kunnen er ook makkelijker bij. Zodat we echt op projectbasis gaan werken. Dus dat ben ik nu aan het instellen, maar ik wil jullie nog iets laten zien. Wat heel erg leuk is, ik speel volgende week een toernooi van 6 tot en met 12 maart. En daar is vandaag momenteel een schema uitgekomen. En ik speel daar dus mee en dat ga ik eventjes laten zien. Er zijn bijna 170 inschrijvingen, echt wel heel erg veel. Ga je naar de onderdelen kijken, dan zijn dit alle onderdelen en wij spelen mee. Ik en Thijs spelen mee in de Heren dubbel 8. Er zijn 9 inschrijvingen, 4 schema's. Dat is dit. En er zijn 3 pools, zoals je hier ziet. En het is een afvalschema, dat ga ik hier even laten zien. Dus pool A, die heeft een bye. Dus als je eerste van groep A wordt, dan speel je geen halve finale, maar wel de finale. En de eerste van groep C en van groep B, die speel je de halve finale tegen elkaar. En die worden uiteindelijk finalist samen met de eerste van groep A. Dan kan je hier zoeken welke groep ik zit. En ik zit samen met Thijs in de groep A. Dat betekent dat wij 2 wedstrijden moeten gaan spelen, dit toernooi. En als wij winnen, als wij deze 2 partijen winnen, staan we eigenlijk automatisch in de finale zonder een halve finale te spelen. Dus dat is in ieder geval heel erg chill. Ze gaan momenteel nog plannen wanneer we alles moeten gaan spelen. Maar in ieder geval is het schema nu bekend en het ziet er gewoon heel erg leuk uit. Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag donderdag en we hebben een fotoshoot. Sanne is hier ook aanwezig. Dat is de styliste die echt zeg maar specifiek op bedden gaat. En Dominique is mijn kledingstyliste, dus die hebben we ook. We hebben allebei vandaag. Dus dat is heel erg fijn. Dus we gaan lekker snel schieten en dan gaan we lekker beginnen. Driving at night, windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah. Een hele goede morgen. Het is vandaag vrijdag en wij zijn alweer in de studio. We waren hier gisteren tot 10:00 s'avonds, 10:15 om exact te zijn. Toen hadden we alles afgerond en zijn we naar huis gegaan. En nu zijn we hier weer, want zometeen komt SBB rond 10:30. En ik moet heel wat bewerken, dus ik ga vast een beginnetje maken nu. En dan voor het eerst aan mijn zit-sta-bureau werken. Ik begin lekker zittend en dan kan ik straks natuurlijk naar staan toe. Maar ik begin even lekker zittend. Even foto's voorbereiden. Om te sturen. En ja, ook een beetje bijkomen. Want zoals je ziet was het pittig. Wat gebeurt hier? Jicky, wat ben je aan het doen, meisje? Ik dacht dat ik had altijd kabels beten. Oké. Nog een andere kabel om te likken. Oké. Next. Ja, die is toch lekkerder. Nou, ik ben samen met mijn moeder de zolder aan het opruimen bij haar thuis. En Tom zei altijd dat ik deze had weggegooid. Maar Tom, ik heb ze gewoon. Ik heb je foto gestuurd, dus ik ben heel benieuwd naar jouw reactie. 'Cause I've been living life right like I could just die. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken van deze week. Vergeet zeker niet te abonneren en een reactie achter te laten. En dan zien we je natuurlijk graag de volgende keer weer terug. Doei doei!